Tom. Welkom allemaal. Weer een nieuw interview van Toppers, Sporttoppers. Deze keer met Tom Stuifbergen. Welkom Tom. Tom vindt zichzelf een gewone jongen, maar ondertussen is hij wereldkampioen geworden met zijn team. Speelt al 6 jaar professioneel honkbal in Amerika. En volgens mij is dat toch wel een van de, zeg maar, de aspecten van een topper. Tom, voor jou, net als bij de andere interviews, een aantal vragen. Mijn eerste vraag voor jou is Tom. Hoe ben jij, zeg maar, succesvol geworden? Wat is eigenlijk, zeg maar, wat ligt aan de basis daarvan? Ja, wat is het? Ik wil altijd het hoogst haalbare halen. Ik bedoel, ik wil de Major League bereiken. Ik speel nu op AAA niveau, dat is 1 niveau onder het Major League. En het enige waarmee ik mezelf de kans groter kan maken om dat te bereiken is om harder te werken. Ik bedoel, talent, met alleen talent kom je er niet. Wat ook even voor de kijkers, wat maakt, zeg maar, niet iemand jou, wat maakt iemand de topper? Wat maakt iemand succesvol volgens jou? Wat is er voor nodig? Iemand die altijd zelfverzekerd is, iemand die altijd presteert, iemand die weet van ik heb de hele winter goed getraind om dan in de zomer gewoon te kunnen knallen. Dat je geen zorgen hoeft te maken dat je iets tekort komt, dat je altijd alles gegeven hebt. En is het dan nog tekort? Ja, dan weet je in ieder geval dat je alles gegeven hebt. Dus dan kan je er niks meer aan veranderen. En jij beheerst in dit geval het spel van honkbal. Hè? En hij is pitcher, hè, mensen. Gooit ballen harder dan je kunt voorstellen. Net zoals je in het filmpje zag. Wat is altijd de vraag die ik stel is van, wat maakt nou volgens jou iets dat je iets echt goed gaat beheersen? Wat is daarvoor nodig? Nou, je hebt natuurlijk talent nodig in de sport honkbal. Ik bedoel, sommige mensen kunnen geen bal gooien. En ja, ik ben toevallig geboren en ik smeet alles in de camera rond. Dus dan ging het dan vanzelf dat ik een bal ging gooien naar het honkbalveld. En natuurlijk veel oefenen. Ik bedoel, als je niet oefent, dan word je niet beter. En als je het niet helemaal goed kan, blijf je gewoon oefenen en door blijven gaan. Niet stoppen als het niet lukt. Altijd doorgaan. Wat is naast dat oefenen, dat herhalen, dat oefenen, wat is volgens jou nog meer van belang? Ja, zelfbeheersing. Ik bedoel, zelfbeheersing, oké. Okay. Als het niet lukt en je wordt boos, dan moet je juist rustig proberen te blijven. Ik zelf was natuurlijk een vrij druk jongetje vroeger. En als het niet lukte, dan smeet ik altijd met alles natuurlijk. En dat heb ik mezelf aangeleerd in Amerika en het honkbal om met mijn zelfbeheersing om te gaan. Om rustig te blijven en het nog een keer te proberen. Want dan lukt de tweede keer veel beter dan de eerste keer. En als ik boos werd, Dan frustreer ik mezelf en dan was het helemaal weg. Oké. Hey, zullen we nog heel even naar een paar momenten kijken van wat jij doet, zeg maar, in dat spel? En dan heb ik nog een laatste vraag voor jou. Ja. Oké. Okay. Tom Stuifbergen is de werper voor het Nederlands team. En hij laat zien tegen David Ortiz dat hij goed kan pitchen. Het blijft 10 innings 0 tegen 0. Ja, u hoort het goed. 0 tegen 0. Bautista, die slaat de bal naar het rechtsveld. Eugene Kingsale, maar die kan er niet bij. Zit er een sensatie aan te komen? Het is Eugene Kingsale die de bal omhoog slaat. En die bal gaat vallen. Ja hoor, Sidney de Jong kan de gelijkmaker scoren. Dan is de kaster, de slagman, die heeft al 2 slag. Die slaat de bal naar Aibar toe. Die krijgt hem niet onder controle. De kaster in. En Kingsale kan het winnende punt scoren. Een sensationele overwinning van het Nederlands team. Zij spelen de tweede ronde in Miami. Oké, Tom. Nou goed, weet je, we zien wat jij doet en hoe goed je dat doet. Eigenlijk een laatste vraag. Wat zou voor jou als topsporter een inspirerende boodschap kunnen zijn naar de kijkers van Sandler? Ik zou zeggen, stop nooit met wat je doet. Ga er altijd 100% voor. Ga er 100% voor. Als je dat niet doet, dan kan je het nooit bereiken. Lukt het niet, rustig blijven, gewoon doorgaan. En dan komt het allemaal vanzelf. En plezier houden natuurlijk. Oké. Okay. Nou mensen. Tom, dankjewel voor het interview weer. Graag gedaan. Ja, alsjeblieft. En ik vond het leuk om dit gesprek met jou te hebben. Mensen, voor jullie. Dit was de topper Tom Stuifbergen. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende topper.